He, eindelijk. Het Pirkersbos in Liemde is geopend. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Eindelijk. Ja, het is zover. De open dag vandaag. Vandaag is het een grote kennismaking. En trakteren we iedereen op een lekker drankje en een hapje. En op een lekker bossenbolletje al vanochtend gedaan. En een klein feestje bouwen om te laten zien. Even terug naar het verleden. Ik woon in Liemde, dus ik kom hier elke dag drie keer voorbij. En al jarenlang staat er opening Pirkersbos 21. Opening Pirkersbos 2022. Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou ja, het heeft te maken dat, nou ja, zoals je ook rond kan kijken, het is gewoon een waanzinnig project. En het waanzinnige project zorgt ook voor verschillende uitdagingen. En corona, die zorgde ook voor vertraging. En waardoor dus uiteindelijk afgelopen september hebben ze echt volle gas kunnen geven. Vertrouwen hebben van oké, we kunnen met de omstandigheden zoals wordt aangekondigd met omtrent corona toch wel in januari echt open gaan. Ja, en hier zijn we. Ja. Ja. Wat is Pirkersbos precies? Pirkersbos is een veelzijdige horecazaak waarbij je op allerlei manieren kan genieten. En we hebben allereerst gaan we open met het restaurant, waarbij mensen dus kunnen genieten van een lunch, een brunch en een borrel, maar ook een early dinner. Want we zijn nu in de begintijd gaan we open zijn van 10 tot 8 uur. En daarna vanaf 2 april gaan we ook echt stapavonden organiseren. Waardoor we dus ook echt een DJ gaan uitnodigen en lekkere cocktailtjes gaan serveren. We gaan swingen. Precies, we gaan swingen. Ja. Maar we zitten dus nu echt nog in de opstartfase, waardoor we dus nu eerst echt de focus leggen op het restaurantstuk. En van daaruit gaan we echt steeds uitbreiden. En zo ook komt er straks een heel mooi lounge terras aan die kant van het pand wordt aangelegd. Waardoor je ook in de zomer lekker hier kan genieten. Ja. En ik heb begrepen dat in de tussentijd het ook in dienst heeft gedaan als corona. Ja, het was een teststraat geloof ik. Hè. Dan weet ik niet precies of dat nou een teststraat was. Maar hier voorheen was, niet in dit gebouw hier, maar hier was een speciale bouwkeet denk ik. Of een gate was er neergezet waar mensen inderdaad een test konden doen. Kunnen mensen dan ook voor een prikje hier komen eten? Zeker. En hoe vindt u het geworden? Nou, ik vind het fantastisch. Heel gezellig. Een hele leuke inrichting. En heel leuk dat ze ons uitnodigen. Wie komt hier vandaan? Uit Lennensheuvel. Aha. Dus dat is een thuiswedstrijd, hè. En ook vaak hier langs gereden van hoe lang duurt het nog? Heel vaak, ja. En ook gedacht, wat wordt het nou? Inderdaad. Nee, een beetje een duistere plek was het. Een beetje donker en niks te doen. Nee, nu wel. Nu wel, super. Nou, het is een hele mooie ruimte. Het is groot. Ziet er goed uit. Ja. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Den Bosch. Aha. Ja. Speciaal hier naartoe. Dankjewel, Jasper. Mijn vriendin moet in Boksel. Aha. Ja, dus ik zei, we gaan hier even naartoe. Maar we hebben hier ook een aantal bekenden. Oké. Okay. Ja, Jasper, die kennen we. Lindy kennen we, die hier aan het werk zijn. Ze wisten van de opening. Denk, wanneer gaat het nou eens open? Tegen hem. Ja, nou, dat vroeg ik me ook af. En dan zou McDonald's komen. Maar ik denk dat dit vele malen beter is. Ja, maar het ziet er mooi uit, toch? Prachtig. Ja. Ja, zeker weten. Dus ik ben ook eens benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor eens een keer een feestje of zo geven. Ja. Ga ik eens eventjes. Je bent van de feestjes? Ja, zeker. Het is een heel helpje opgeknapt. Het is netjes geworden. Ja. Het is gezellig? Ja, tot nu toe wel, hè? Ja. Natuurlijk, hè? Ik zie er maar één pilsje. Ja, ik heb koffie op, heel erg goed. En u vindt het een beetje gezellig hier? Ja. Ik hoop dat het allemaal lukt. Vind je het leuk? Ja. Wat is er zo leuk aan het Pirkersbos? Het is gezellig en sfeervol. Heel goed. En jij? Ook heel leuk. Heel goed. Nou, veel plezier mensen. Ik lees overal, ik hoor overal dat mensen, de horeca moeite heeft om mensen, goede mensen te vinden. Hebben jullie genoeg mensen? Wij kunnen altijd hele toffe peren gebruiken. Dus, dat is een goeie. Ja. En dus ja, echt als je een restaurantmanager, een eventmanager, maar ook echt die... echt die horecatijgers die het echt tof vinden om met ons samen Pirkersbos tot één groot succes te laten maken. Ja, kom erop. Ja, elk talent is welkom. Super. Yes. Ik wens jullie heel veel succes. Ziet er hartstikke mooi uit. Nou, super en dankjewel.